Thomas Aouwian, je hebt juist je contract verlengd tot en met de zomer van 2022. Van harte gefeliciteerd, wat is je eerste reactie? Ja, dankjewel. Ja, ik ben er erg blij mee. Natuurlijk toch als kind van de regio en uh, ja, is het toch hartstikke mooi om voor zo lang weer bij te mogen tekenen. Ja, je zegt het hè? kind van de regio, je speelt hier al heel lang. Waarom passen AZ en Thomas Aouwian zo goed bij elkaar? AZ is gewoon een uh, nuchtere club, uh, geen gekkigheid en uh, ja, dat past wel bij mij. Hoe kijk jij naar je eigen ontwikkeling het afgelopen seizoen? De seizoen daarvoor ja, speelde je nog niet zo heel veel. Afgelopen seizoen volwaardig basisspeler. Hoe kijk jij naar je eigen ontwikkeling? Ja, vorig seizoen natuurlijk veel op de bank gezeten. Ja, op een gegeven moment uh, raak je geduld natuurlijk al op. Dus was het was voor mij uh, ja, erg leuk dat ik uh, als basisspeler uh, begon aan het seizoen. En uh, ik denk dat ik me goed heb ontwikkeld. Maar uh, ja, ik blijf nog steeds uh, op ontwik ontwikkelpunten en uh, daar ga ik gewoon nog aan werken. Wat zijn die ontwikkelpunten dan? ja van alles ik heb er genoeg <laughs> nee, ja, ik wil aanvallend sowieso nog meer uh, juist een moment naar voren en nog meer uh, belangrijk zijn voor het team daarin en uh, ja ook verdedigend zijn er uh, nog punten nou was het uh, afgelopen seizoen natuurlijk een topseizoen wat verwacht jij van komend seizoen ja ik wil uh, sowieso Europa League in dat lijkt me geweldig om, uh, om spelend ook mee te maken en ja ik hoop ook gewoon dat we weer de top drie, uh, uh, in de top drie komen nou uh... Is het voor de meeste spelers is het nu een vakantie, maar voor jou nog niet. Vertel. Nee, nee, nee. Ik uh, moet nog even aan de bak. Ja, ik moet zo meteen gelijk door naar uh, naar Nederlandse om uh, twee dagen stage daar uh, te doen. En dinsdag moet ik dan met uh, met jongeren naar Zuid-Amerika nog. Belangrijke periode. Ja, ja. Maar uh, zeker leuk wel. Wat verwacht je ervan? Poeh, ja. Uh, zo meteen weet ik eigenlijk niet zo heel goed wat ik ervan moet verwachten. Ik ga er gewoon. Uh, gewoon lekker in en uh, ik zie het wel daar. En jonge oranje ja ben ik al vaak genoeg geweest. Dus uh, ja, dat wordt gewoon uh, een mooie week.